heel drama net. Alweer, altijd drama. Maar dit ziet er toch gewoon zoveel beter uit dan als je allemaal verschillende hangers door elkaar hebt. Daar heb ik altijd zo'n hekel aan gehad. Altijd mazzo's en... Het is maar goed dat dat niet te hard gezegd werd. Het is donderdagochtend en ze is gezellig met Mila aan het spelen. Ja, en ik heb een baby ontvangt van Mila. Stop. Heb je een baby ontvangt? Ja, want ze zegt altijd ontvangt of bevalt. Ik ben bevalt. Zaterdag, alles van spreekwoord af. Schattig. Mila logeren hier. Maandag, spreekwoord. Ja. Jij bent een maandag later pas, schat. Nee hoor. Ja. Nee. Ik kom morgen toch? Overmorgen komen we logeren. Ja. Morgenochtend ben je hier wel ook. Dan wel. Ja, wauw. Dan moet je nog 2 nachten slapen. Kijk, dit is heel grappig. Dan mag je hier slapen. Maar weet je wat het is? Op vrijdag is helemaal niet leuk. Want eerder wij dan thuis zijn en alles, heb je eigenlijk helemaal geen tijd. Zaterdag hebben we veel meer tijd. Eten. Interessant bij die kamer. Kiekiek. We zijn zo op tijd klaar. Dit is leuk laten zien. Dit is heel leuk. Wat wil je doen? Ja. Oh. Kijk, kou aangezonder zo vast. En dan gaat ze ook. Nou, word jij dan maar gelukkig nog geen echte moeder. ja, we zijn zo op tijd klaar. De meisjes zijn nog aan het spelen. Ik moet nu even 8 minuten weg. En ik weet niet echt wat ik mijn tijd ga doen. Ja, ik ga het misschien nu nog even aangooien. Maar... Oh, ik heb een kleinkind op mijn hoofd. Hier. Oh, dankjewel. Dankjewel. Hallo. Hallo, jongen. Ah, hij slaapt zo lief. Ja. Nou, ga jij maar snel doen wat je moet doen dan. Blijf deze wel bij oma slapen. Ja. Heel drama net. Alweer, altijd drama. Ik weet niet of jullie heel erg last hebben van het tegenlicht. Even kijken. Ontzet hem even zo. We gingen dus naar de auto. En opeens heb ik ijs. Als eerste keer krabben. Maar echt een vervelende laag die er al niet af wilde. Dus stond er ook een buurvrouw. Even de blauwe oog. Die had precies hetzelfde probleem. Die had spray bij de op. Dus dat hadden we er nog een redelijke af. Want ik had voor de kinderen een krabber en voor mij. Alleen mijn auto bleef beslaan. Nu ziet er gewoon niet uit. Ik denk ja, dan heb ik geen verkeer, want ik zag echt bijna niks. Maar ik denk als ik rij, dan blaast hij hem wel sneller droog. Ik ben heel dankbaar dat ik gewoon een beetje voor en achteruit op de parkeerplaats ben gegaan, want toen ging het wel sneller. En echt, die meiden liepen de klas in en de bel ging. Dat ik echt denk, nou, ik haat laat zijn, zeker op school. Nou, dit was echt op de valreep. Maar ze waren op tijd. Ik heb trouwens vanochtend die trui gepast. Ik weet niet of ik verteld had dat ik dat ging doen vandaag. Maar echt, die zat zo raar. Hij was echt hier aan het lijf echt heel wijd. Hij zat echt, maar echt niet mooi. En die mouwen kreeg ik bijna niet aan. En echt, dat leek wel of het 2 rollades waren. Dus het was geen succes. Dus die heb ik gelijk ingepakt. En toen boodschap ging doen, gelijk retour gezonden. Ik denk, wegwezen ermee. Maar nu even kijken of ze die andere trui, die ik eigenlijk eerst had besteld, of die dan nog op voorraad is. Of weer op voorraad in mijn maat. Soms komt het wel terug. Die wilde ik natuurlijk ook in principe wel. Maar dit was zo'n veel echt niet normaal. Dus ja, en ik ging net even snel bij Denise nog wat ophalen. Alleen Denise dacht ik breng het wel langs. Dus toen stonden we halverwege en kwamen we elkaar tegen.
Dus ja, het is lekker weer nu. Terwijl vanochtend waren we bijna te laat omdat we moesten krabben. En nu is het echt dat je denkt, nou, je kan ook zonder jas naar buiten. Ah, wait. Ik heb zoveel wasjes weggedraaid de afgelopen dagen, maar ik stop niet heel veel in de droger. Want dat kleding daar over het algemeen niet altijd beter eruit komt. Dus dat was nu eindelijk droog. Heb ik alle weggestrepen. Dus nu kunnen we de kast eindelijk weer vullen. Ik ben een beetje buiten adem, want ik liep echt 30 keer de trap op met op en af met allemaal zware kleding. Zo. Ik ben de hele dag aan het rennen, maar goed. Dan, we kunnen ons weer aankleden. Dat is echt wel heel prettig. Ik baal. Ik zeg heel vaak dat ik baal, maar het zijn van die momentjes. Maar deze hangers die ik heb. Dus ik heb echt van die sets. Die, daar kan ik niet meer aankomen. Maar hier en daar gaan er steeds meer kapot. En ik wil echt graag een set, want dan krijg je dit. En ik hou van dit. Dan valt het heel mooi egaal op te rekken. En dat creëert gewoon rust en zo in de kast. En dat vind ik altijd heel mooi en fijn. Kijk, dit ziet er gewoon. Hij moet even gesneden worden in de stang. Maar dit ziet er toch gewoon zoveel beter uit dan als je allemaal verschillende hangers door elkaar hebt. Daar heb ik altijd zo'n hekel aan gehad. Altijd helemaal zo zen. Sowieso ben ik altijd wel echt heel erg van kasten gewoon overzichtelijk houden en sorteren. Spijkerbroeken. Ja, ik vind dat gewoon mega prettig om te doen en zo bij te houden. Dus bijna alle kleding in de kast. Want ik was echt veel en ik had eigenlijk tussendoor al een klein beetje opgeruimd en gestreken elke keer. Maar nu even de grote hoop. En boven hangen nog een paar dingen, die hangen nog te luchten. Want die waren wel strijkdroog, maar die wil ik niet zo in de kast hangen. Dus die heb ik daar nog even uithangen. En die gaan dan denk ik vanavond laat of zo, als ik ga slapen, dat ik ze nog even in de kast hang. Dan is het toch wel het laatste vocht eruit. Ik ga set ophalen op school. We zijn helemaal geslaagd. Cadeau gehaald en ik ga niet vertellen wat het is, want er zit meer dan een week tussen met geven. Dus dan kunnen we het al verraden wat het is geworden. En ik heb een pot gerold, dus ik heb er één die nu heel is. Hij zit weer heel voorzichtig in mijn tas. Dus ik hoop echt dat deze geen problemen gaat geven. En ik heb nog even wat noodzakelijker gehaald. Dus ik ben helemaal goed geslaagd. Nu naar huis. Oh, we eten trouwens samen, Sarah. Wat eten we? Pasta met pesto. Vind je lekker, hè? Ik heb geen zin in. Oh, nou, ik van de week vroeg het erom. Dus het was heel goed bedoeld. Speciaal voor jou eigenlijk. Ja, ik heb nu even niks anders. Waarom dan? Nou, omdat andere dingen liggen in de vriezer. De boontjes staan al klaar. Dus het wordt echt dat. Het is trouwens echt druk. Echt parkeergarage ook. Dat is normaal niet zo druk. Het is een woonplek. Ja, maar ik kom hier natuurlijk best wel vaak. En normaal is het hier niet zo druk als dat het nu was. Nou had je daar geen last van in de winkels. Gewoon sowieso niet. Heel veel auto's en zo. Ik denk dat mensen heel erg bang zijn dat alle winkels dicht gaan. En dat ze dan nog snel bepaalde dingen in gaan kopen. Dat is ook waarom ik die scheerblokjes natuurlijk net meenam, dat ik dacht, nou, we lopen er nu langs. En ik kan ze wel kopen online, maar daar zijn diezelfde blokjes. Het scheelt gewoon 5 euro voor een pakje. Dat vind ik echt veel geld. En nou ben ik echt niet moeilijk met geld uitgeven. Staat de video nog aan? Ja. Maar ik geef liever 5 euro minder aan hetzelfde uit. Hoeveel is het dan? Ik heb nu zijn ze 8 en ergens anders zijn ze 13 euro. Dat vind ik echt een heel groot verschil. En dat voor hetzelfde product, evenveel, hetzelfde merk, hetzelfde doosje, het is helemaal hetzelfde. Alleen de prijs is anders. Maar die kan ik niet online bestellen.
daar. Dus ja, dan koop ik ze liever. Als ik er langs loop, neem ik het eigenlijk altijd mee. Wat je... Ja, mag ik gewoon zeggen dat je het... Het is maar goed dat dat niet te hard gezegd werd. Zo, hij ligt net op bed. En Marco is er nog niet, dus ik ben nu even alleen. Even lekker thee zetten. Oh ja, anders had ik dat alweer vergeten. We hebben de andere bolt die heel is en mijn tagliatelle zit erin. Oh, zij heeft het gedaan. Er zit nog een stikkertje op. Ik haat stikkertjes onder. Maar het is vochtig. Even kijken waarom het daar nat is. Wij zijn weer Married at First Sight Australia aan het kijken. En hun, jij vindt hun ook heel leuk, hè? Dit is wel. We hebben echt een paar stelletjes die we wel leuk vinden. En een paar die we eigenlijk niet zo leuk vinden. Zij waren tegelijk getrouwd met die rare, die Jim Carrey, toch? Of was dat weer een andere aflevering? Nee, die zijn ook nog niet op huwelijksreis geweest. Dus die krijgen we dan ook weer. Er zit echt één vent bij. Nou, op een gegeven moment... Die moest lachen. En Marco zegt echt... Ik vind hem net Jim Carrey. En ik dacht precies hetzelfde. Maar echt op de meest aseksuele manier dat je maar kan bedenken. Echt, ja, heel erg. Maar hij is gewoon anticonceptie, gewoon van nature. Echt. Maar zij vindt hem helemaal geweldig, hè? Heel bizar. En nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Marco is wel even naar boven en ik heb nog een heel klein stukje Velvet gekeken. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je om even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer.